We vonden het in ieder geval goed dat we even ook jullie wat vertellen over de ondernemer reis volgende week naar Roemenië. En Fientje Bak zal er iets over vertellen, Gerrit Kwets zal er iets over vertellen wat de aanleiding is. Hè, want de aanleiding is toch een heel mooi bedrijf hier in het land van Huizen, Almena in Ad Verwijk. Ad Verwijk heeft veel roots hier in dit gebied. Is daar enorm gegroeid. Heeft zijn vleugels uitgespreid, zeg maar, en haalt een groot deel van zijn omzet ook in Roemenië, Oekraïne en daar een heel. Moldavië. Precies, Moldavië. Nou, dat is de directe aanleiding geweest, ook met dat wij toch wel heel veel ondernemers in ons gebiedje hebben. De afgelopen jaren op allerlei fronten, zeg maar, dingen verbonden zijn, hè, met allerlei mooie. Uitnodigingen ook vanuit Robert de Fleuren, hè, de universiteit Nijrode die daar een inbreng heeft. Het is eigenlijk dit is ontstaan doordat Robert de Fleuren van de universiteit Nijrode een lezing had over familie en familiebedrijven, waar Ad van Wijk ook aanwezig was. En zo zei ze, zullen we dan niet eens een keer gaan kijken in Roemenië? Is dat niet leuk? En jullie waren het uiteindelijk ook heel snel eens met elkaar. Nou, daar gaan we iets moois van maken. En het is natuurlijk heel bijzonder dat een ondernemer, zoals Ad van Wijk, zit al 25 jaar in Roemenië, doet hij daar zaken, succesvol. Met ups en downs natuurlijk, dat kan niet anders. Ik ben er in het voorjaar geweest, ja, dan sta ik er toch versteld van wat hij daar heeft neergezet in die 25 jaar. En daarnaast is het natuurlijk heel mooi dat een ondernemer zaken wil delen. En ook een belangrijk aspect is natuurlijk het netwerk onder elkaar, ervaringen delen onder elkaar. We hebben natuurlijk hier in het land van Huizen en Altena, zijn natuurlijk heel veel, zoals wij noemen, eenpitters. Hè, kleine bedrijven van 1 tot 10 werknemers. En dan ben je vaak ook heel druk bezig met je werk en kom je niet zo snel toe aan vernieuwingen, andere dingen, wat uit te diepen of eens kijken van hoe kan ik dat nou eens anders doen. En dit is natuurlijk een heel mooi moment om die zaken met elkaar te delen. Alweer onderneemt bijvoorbeeld, hè. We zijn daar proberen de afgelopen jaren steeds meer ook te profileren. Hoe kunnen we jonge ondernemers, zeg maar, stimuleren om. De vrouw van Altena, hè, dat is ook iets wat nadrukkelijk opgepakt is vanuit het Altena gebeuren. En onderwijs daar ondersteuningen geven. Overheid op allerlei fronten probeert dat te faciliteren. We bouwen ook een middag in om naar de Roma's te gaan, hè, naar de Zeunengroep. We hebben wat contacten hier ook met de kerken hier vanuit Aalburg, de gemeente Aalburg. Die ook banden hebben met Roemenië om te kijken van nou, misschien kunnen we daar ook iets in betekenen om dat aspect ook te benutten. Denk ook aan de arbeidsmigranten. Hè. Dat is natuurlijk begonnen met de Polen, zeg maar. We hebben op dit moment 50 mensen woonachtig in onze gemeente afkomstig uit Roemenië. Roemenië met waarvan 11 kinderen. En je ziet daar ook een wederzijdse beweging, zeg maar. Hè. Enerzijds gaan onze ondernemers daar iets opzetten en daar beginnen, maar ook mensen die komen hier naartoe om ook onze werkzaamheden te verrichten. En die grenzen gaan steeds meer open. Hè. Europa is wat dat betreft een eenheid geworden. En ook die cultuurverschillen, om daar eens kennis van te nemen, daar ook begrip voor geweken naar elkaar toe, is ook een missie, zeg maar, die we als overheid graag ondersteunen. Goed, echt een compliment voor degene die dat in de grondverf gezet heeft. Want dat is toch even goed nadenken van waar je nou meerwaarde hebt. En ik denk dat de ondernemers die meegaan, terugkomen met heel wat aan indrukken, waarnemingen, vertalingen, hè, wat Fientje ook aangeeft. Hè. We zitten natuurlijk allemaal vaak in elkaar van nou, business as usual. Hè. We gaan door met ons eigen ding. En het is goed om even vanuit die helikopterview ook naar dingen te kijken. Hoe zaken dan ook elders opgepakt worden. In ons uitgangspunt is een hele andere hiërarchie in leiding geven. Mm. Daar moet je mee leren omgaan. Want dat leer je bijvoorbeeld in Roemenië ook. Dat is weer heel anders. Ja. En dat voeg je natuurlijk wel toe
aan die gemeenschap dan, hè? Want dan heb je mensen van daarvoor nodig. Dus die mix vind ik heel erg mooi. En je moet die mensen, dat is onze visie, die mensen het vertrouwen geven om het te doen. Wat u organiseert? Ja, maar hij zat in het buitenland en die, maar dus die kon niet hier aanwezig zijn, maar zijn we voor de sprekers te wonen. Maar die is wel bij de reis dan? Ja, zeker. Hij gaat helemaal mee. Hij is er helemaal bij betrokken. Hij heeft ook echt dat netwerk ingezet en dat heb je ook echt nodig. Hè. Je hebt om daar toch goed binnen te komen en bij de juiste mensen binnen te komen. Zo'n consul Wouter Reijers erbij te halen. En hij heeft 3 ondernemers die toch, 1 uit Hilversum, de andere in Raamsdonk-Sfeer en 1 uit de Waalwijk, die daar ook succesvol zijn. Die gaan we ook bezoeken, maar die vonden het zo mooi dat wij kwamen, dus dat ze gewoon een dag met ons meegaan. Dus dat is voor onze groep weer heel interessant. Dus dan krijg je echt niet zaken te horen van één persoon, maar van wel 4. En dat is natuurlijk wel, dat maakt een hersenen.